We staan op alweer het 6e Leidse Sportcongres. Het is de 4e keer dat het hier bij Zorg en Zekerheid plaatsvindt. Alle Leidse sportbezoekers zijn uitgenodigd. En waarom zouden ze moeten komen? Nou, omdat ze lezingen krijgen, ze krijgen workshops en natuurlijk ook de gelegenheid om met elkaar te netwerken. Mijn naam is Rick van der Geest. Ik ben breedtesportcoördinator van deze prachtige stad van Leiden. En een van mijn rollen is het ondersteunen van de sportverenigingen. En daartoe organiseren we, en ik zeg met name we, één keer per jaar een sportcongres. En dat doen we dus hier bij Zorg en Zekerheid. De sportbesturen zijn vooral bezig met het leiden van hun verenigingen. En daar gaat heel veel tijd en heel veel energie in zitten. En we merken dat ze het soms wel eens wat lastig vinden om net eventjes over de schutting te kijken dan het regelen van de bar personeel voor dinsdag en de scheidsrechter voor zaterdag. En met dit soort sessies proberen we ze af en toe eens iets een kijkje over de schutting aan te bieden. Het doel om dit ook te verbinden met het onderwijswerkveld is om eigenlijk die werelden kennis te laten maken. Het verhaal wat hier ook verteld is door Johan Wakkie, waarbij je niet alleen zeg maar, je richt op de leden van je vereniging, maar ook op betrokkenen. Het ecosysteem waarbinnen een vereniging opereert als het ware. Dat mensen die daarin opereren, dat die elkaar ook echt ontmoeten. Het begint bij dat verenigingsbestuurders de directeur van de school leren kennen of de gymdocent daar. Ik werk als combinatiefunctionaris veel samen met andere verenigingen in en rond de wijk De Mors. En veel verenigingen zijn bezig met hoe ze voor tieners, dat is ook mijn doelgroep, hoe ze aantrekkelijk kunnen blijven. Vrijwilligers is in de sportwereld gewoon altijd een uitdaging. De sport draait op vrijwilligers. We hebben geen bezoldigde mensen. Wat kunnen we daarvan leren en hoe kunnen we dat naar de toekomst gaan doortrekken? Interessant, omdat ik met mijn vak, zeg maar, wat het nu zo'n beetje is, heb ik daar best wel veel mee te maken. Met blessures. En ik probeer altijd zo blessure vrij mogelijk les te geven. En dat is me tot nu toe aardig gelukt. Als je er wat meer van af weet, dan is dat gewoon een mooie aanvulling. Zoals je weet zit ik in de evenementen. En volgens mij is het Holland Heinekenhuis is een van de grootste evenementen die je maar kunt bedenken. Bertina heeft het prachtig verteld over wat er in Korea gaat gebeuren en de road to Tokyo. En ik vond het gewoon leuk om dat weer eens een keer te horen. En ik besef me ook, er waren ook mensen die zeiden van ja, what's in it for me? Als je kijkt naar sportsponsoring waar wij hier in Leiden met z'n allen mee bezig zijn, is een heel ander niveau natuurlijk. En toch denk ik dat het allemaal voor ons allemaal iets heeft kunnen brengen om mee terug te nemen naar je eigen achterban. Vanuit mijn vrijwilligersfunctie bestuurslid jeugdzaken is dat natuurlijk een hele grote groep binnen Leiden Atletiek. Daarnaast ben ik ook trainercoach badminton en mijn dochters sporten veel. Dus het is wel gewoon een goed aandachtspunt dat je weet wat een vertrouwenspersoon binnen een vereniging doet. En wat heb je geleerd? Dat heel veel dingen in je hersenen gebeuren. Dus gezonde alternatieven bieden. Dat kan al door bijvoorbeeld gezonde dingen meer in het zicht te brengen. En de minder gezonde dingen bijvoorbeeld niet op de toonbank te zetten, maar onder de toonbank. Nou, met name heb ik een stukje inzicht gekregen in van wat kan NEC-NSF van betekenis zijn. De bond zelf, hè, als de TIC of de badmintonbond is of de gymsport. Dat je dus voor om blessures te voorkomen in ieder geval moet zorgen dat je een evenwicht moet zien te vinden in je training. En dat je daarnaast als je gaat trainen, een goede warming-up hebt en een goede rekperiode voor je training. We hebben geleerd dat we moeten gaan aanpassen aan de vrijwilligers. Mensen zijn altijd druk, zijn altijd bezig en dat wordt alleen maar erger. Wat ik er zelf van heb geleerd is dat uiteindelijk het geld wat je, die sponsoring, dat is een bedrag. Maar de exposure die je ervoor terugkrijgt, vooral door je social media kanalen, dat dat vele malen groter is en dat we eigenlijk niet meer zonder kunnen. Wat vind je van het sportcongres? Ik vond de workshops heel erg leuk. Ja, ik vond het heel inspirerend weer. Erg leuk. Altijd goed om met andere sportkennis te maken, andere verenigingen en de samenwerking, ideeën uitwisselen. Maar met name ook merken dat anderen dezelfde vragen hebben en daar samen met oplossingen komen. Leuk. Het is de eerste keer dat ik er ben. En voor mij is het, ik kom zelf niet uit Leiden, dus voor mij is het ook goed om gewoon wat meer Leidenaren te kennen in de gemeente en ook op het gebied van sport. Erg leuk. Ja, hoop.
maar hoor. Mensen, goede clinics, veel expertise, krijg veel informatie. Vind ik eigenlijk geweldig, want je leert ineens wat de gemeente voor je kan betekenen. En natuurlijk ook daarbuiten, wat er op sportgebied nu georganiseerd is. Waar je als club misschien op dat moment nog niet meteen alles georganiseerd hebt. Maar ook dat je dat weer mee kan nemen op je jaarplan, jaarplanning. Je hebt vandaag de meest populaire workshop gegeven. Welke was dat? Het ging over het einde van de huidige sportnota en wat er in de nieuwe zou moeten komen. En wat is dat? Ja, kijk, de sportnota is toch het beleidskader voor de komende jaren, de komende 4 jaar. En daar zit een visie in, hoe je tegen sport, waar moeten we met de Leidse sport naartoe en welk ambitieniveau hebben, kunnen we daar 1, 2, 3, 4 ambitieniveaus in uitspreken, ja of nee, en wat moet daar dan in? En daar is aan de hand van stellingen, is er in een vrij brede groep gediscussieerd met de verenigingen. En waarom is het belangrijk? Het is belangrijk omdat van onderuit, van wat verenigingen belangrijk vinden, dat het een plek gaat krijgen in de nieuwe sportnota. We werken aan vitale, sterke verenigingen. We ondersteunen ze met alle vormen van dienstverlening om te zorgen dat je een vitale vereniging wordt en blijft. Dat is de regisserende, faciliterende rol van de gemeente. En een sportcongres als deze is daar natuurlijk voor bedoeld.